Hartelijk welkom bij dit symposium Zin in digitale thuiszorg. Ik hoop dat we met elkaar hier gewoon een lerend netwerk vormen en dat jullie kunnen leren van onze lessen en wij kunnen leren van datgene wat er in de praktijk om ons heen gebeurt. Ik geef de workshop samen met een aantal medewerkers van andere organisaties, van Philadelphia en van Zonnehuisgroep Amsterdam. En wat we willen laten zien is dat er is niet één manier passend voor elke organisatie. Je kan zelf kijken wat het best werkt. Je kan ook zelf bepalen hoe je de implementatiestructuur vormgeeft. En we geven een hele interactieve workshop, zodat mensen vragen kunnen stellen, bijvoorbeeld over hoe we het precies aangepakt hebben en hoe we het bijvoorbeeld bekostigd hebben. Ja, in onze workshop over de toekomst van de digitale thuiszorg hebben we vooral gekeken naar ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, AI, en hoe je met AI applicaties kunt bouwen die mensen ondersteunen, cliënten ondersteunen en ook professionals ondersteunen in hun werk. Ja, de grootste uitdagingen in de ontwikkeling van digitale thuiszorg zijn de relatie tussen de medewerkers, de cliënten en de technologie. Ja, technologie gaat impact hebben op levens van mensen, gaat impact hebben op de praktijk van zorgverleners. En hoe je in zo'n ingewikkelde situatie de juiste keuzes maakt, dat is de grote uitdaging. Wij geven de workshop implementeren van virtuele thuiszorg. Wat je vooral moet doen is in elk team een contractor aanstellen die als ambassadeur op de hoogte is van alles wat er mogelijk is. En die ook het hele team daarin mee kan nemen. En het is ook belangrijk dat je het binnen de hele organisatie als nieuwe werkwijze implementeert. Wat je daarbij vooral niet moet doen, is heel erg focussen op de dingen die niet goed gaan, op de knelpunten of dingen die net iets minder lekker zijn gelopen. Maar deel vooral de succesverhalen, dingen die goed gaan. En zo gaat de virtuele thuiszorg steeds meer groeien en wordt het echt een succes in het team.